De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, Era Focus Makelaars, Financiering Regelen en Rox Legal. Op het moment dat je koopt, je gaat bouwen, als hij klaar is, dan kun je hem in principe al met winst verkopen. Soms moet je ook dingen laten om iets anders te kunnen realiseren. En dat hebben wij in dat geval wel gedaan. Ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Dus ik denk dat je qua dat betreft steenrijk bent, ja. Yes, een nieuwe week en een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En voor degenen die op YouTube kijken, je ziet het. We zijn weer terug in onze eigen vertrouwde studio na een fantastisch avontuur op het mooie Curaçao, waar ik 2,5 maand heb overwinteren. En wat fantastisch was, maar deze vertrouwde stoel zit toch ook wel weer heel erg lekker. Ja, voetballers en vastgoed, dat lijkt een populaire combinatie. We hebben de laatste tijd natuurlijk meerdere gasten gehad en dit onderwerp besproken. Mijn gast van vandaag, die speelde bij clubs als MVV, ADO Den Haag en Emmen. Maar sinds 4 jaar voetbalt hij op hoog niveau in Indonesië moet ik zeggen. Hij is ondernemer, hij heeft meerdere bedrijven en daarnaast bouwt hij villa's op Bali. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Nick Kuipers. Ja, dankjewel. Van harte welkom. Mooie intro. Ja. Dank je. Hey, superleuk dat je er bent. Tijdelijk even in Nederland op vakantie. Ja, allereerst bedankt dat ik er mag zijn natuurlijk. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. En inderdaad, nu even lekker op vakantie in Nederland. Iedereen weer zien, familie, vrienden. Het is altijd wel weer lekker. Het is nu een jaar geleden dat ik voor het laatst hier was. Dus het is altijd weer lekker om dan iedereen weer te zien en even terug te zijn thuis. Ja, nou fijn dat je tussen alle familiebezoekjes even tijd wil maken om hier bij ons aan te schuiven. Ja, zeker wat ik zeg. Ik vind het super leuk om hier te zijn en over zulke dingen te praten. Investeren, vastgoed en andere dingen. Dus ik vind het super leuk. Want het seizoen in Indonesië is nu net afgelopen. Of is er even een stop? Of, hoe, Nee, het is nu zeg maar zomerstop. Dus het seizoen is voorbij. Ja. En het heeft heel lang geduurd natuurlijk het seizoen. Ook door die stadionramp. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen die geweest is. Volgens mij was het augustus. Dus toen hebben we twee maanden stilgelegen. En vervolgens alles weer doorgegaan. Maar nu zijn we eindelijk klaar. En na een heel lang seizoen mogen we nu vakantie vieren. Lekker. Ja. Hoe lang ben je dan hier in Nederland? 4 weken. Kleine 4 weken. 3,5 week. Dus dat is net genoeg. We zijn nog even lekker naar Barcelona geweest. Mijn zusje die zit daar voor de stage van haar vriend. Dus die hebben we ook nog even meegepakt. Ja. Dus is even lekker afschakelen. Internationaal gezin hoor ik al. Nou, dat niet. Maar nee, maar zij zit in Barcelona voor de stage van haar vriend. Oké. Okay. En dus we zijn daar een weekje naartoe geweest. Want ja, ik had haar natuurlijk ook al heel lang niet meer gezien. Of een jaar niet meer gezien. En nu nog 1,5 week in Nederland. En dan mogen we weer terug. Ja. Dan nog even naar Bali, hoop ik. Voordat we weer gaan beginnen. Nog even vakantie. Voor vakantie of om even te kijken hoe het met de villa's, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan. Ook, ja. Zeker weten, ja. Even te kijken hoe dat allemaal gaat. Ja, dat kun je goed combineren daar. Dat is top. Ja. Hey, villa's op Bali, profvoetballer. Ja, ik ga hem toch stellen. Ben jij steenrijk? Of dat in financiële zin is of daarbuiten, dat mag je zelf weten. Maar ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik op dit moment zeker niet mag klagen over hoe mijn leven op dit moment uitziet. Super gelukkig en gezond en met super leuke en hele leerzame dingen bezig. Dus ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Dus ik denk dat je qua dat betreft steenrijk bent, ja. Ja, dat is toch super. Want hoe oud ben je? 30. 30. Ja. Ja, als je dan al in een positie hebt gecreëerd voor jezelf, dat je de dingen kan doen die je echt leuk vindt. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel gedaan wat ik leuk vind natuurlijk. Want als je voetballer wordt, dat is natuurlijk een droom van heel veel jonge jongens.
Dus ik ben eigenlijk al heel vroeg in dat wereldje gekomen. Dus qua dat betreft heb ik altijd wel gedaan wat ik leuk vond. Alleen op een gegeven moment kom je op een leeftijd, dan ga je ook een beetje om je heen kijken. Hè, wat wil ik erna gaan doen? En dan kom je steeds meer dingen tegen. En tot nu toe vind ik dat ook allemaal leuk om te doen. Dus ja, ik mag zeker niet klagen. Nee, top. En nou ja, super dat je kan doen wat je leuk vindt. En jezelf als steenrijk beschouwt in die zin. Maar toch eventjes ook dan in financiële zin. Waar beleg je bijvoorbeeld allemaal in? Behalve in vastgoed, zijn er nog andere zaken ook? Ja, aandelen doe ik een klein gedeelte. Crypto's. Ik heb inderdaad vastgoed in Nederland en nu in Bali ook. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik tot nu toe me op focus. Nog niet zo super lang mee bezig, eerlijk gezegd. Denk ik nu een jaartje of twee, denk ik, dat ik echt me ben gaan verdiepen in het investeren en aandelen, crypto, et cetera. En toen kwam Bali ook op mijn pad, dus ik probeer zo een beetje van alles een beetje te spreiden, dat je toch een gespreid portfolio hebt. Ja, slim. Denk altijd slim. Maar zeker in deze toch wel wat onstuimige tijden, waarin niemand weet wat er gaat gebeuren. Ja. Je zegt, ik ben er nog niet zo heel lang mee bezig, ongeveer 2 jaar. Nog steeds relatief vroeg, denk ik, op je 28ste. Ik denk dat er meer mensen niet mee bezig zijn op die leeftijd dan wel. Maar hoe is dat op jouw pad gekomen? Is dat net zoals Ryan Babel met Rich Poor Dad geweest? Of een podcast zoals deze? Of hoe? Nou, in eerste instantie heb ik best een zware blessure gehad. Ik denk een jaartje of 7 geleden, zoiets. En toen dacht ik bij mezelf van, of toen liep mijn contract af bij MVV. En toen dacht ik van, ja, en nu? Stel dat ze me niet verlengen, wat ga ik dan doen? En toen ben ik in eerste instantie begonnen met een vriend. Hebben we een rap en salad bar begonnen in Maastricht. Ja. Toen hebben ze gelukkig wel mijn contract verlengd. Dus toen kon ik weer blijven voetballen. Maar dat was een beetje de eerste ingeving waar ik dacht van, ik moet toch iets daarnaast gaan doen. Totdat ik, stel dat er wat gebeurt, of een club wil je niet meer, of je kunt niet meer aan de bak ergens. Ja, dan moet je toch iets daarnaast hebben. Toen ben ik dat met die vriend van mij begonnen. Inmiddels doe ik dat niet meer, want toen ik naar Indonesië ben gegaan, werd dat gewoon heel moeilijk en heeft hij dat in principe overgenomen. Ja, de rapper Cellabar, die bestaat nog wel. Die bestaan nog wel in Maastricht. Johnny Rap is dat. Maar ik zit er zelf niet meer in. Ja. En toen eigenlijk in Indonesië zat ik ook heel veel. Of in ieder geval, je hebt natuurlijk niet heel veel vrienden en familie om je heen. Dus je hebt ook heel veel tijd thuis dat je zit na te denken. En dan ga je toch denken van, ja, kan ik niet iets daarnaast doen? En toen is het een beetje begonnen. Toen ben ik YouTube-filmpjes gaan kijken, podcasts gaan kijken. Boeken gaan lezen zoals Think and Grow Rich bijvoorbeeld. Of Master Your Mindset van Michael Pelagic. Ja, precies, Michael Pelagic. Dus ja, toen is dat een beetje erin geslopen. En eigenlijk door heel veel filmpjes te kijken op YouTube en dingen te lezen op internet, ben ik er een beetje ingeslopen. Werd het steeds interessanter. En van het een komt het ander. En dan leer je steeds elke dag wat bij. Ja, maar er zijn er toch heel veel mensen die naar podcast luisteren of boeken lezen. Maar wat was dan voor jou het kantelpunt dat je daadwerkelijk die kennis dan gaat implementeren? En hoe heb je dat gedaan? Nou ja, het is inderdaad wat ze ook in heel veel van die boeken en heel veel podcasts ook zeggen. Mensen die horen dan iets en die willen iets, maar die doen er uiteindelijk niks mee. Dus dat was wel iets wat ik heel snel heb opgeslagen. Van, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon beginnen. Want als je niet begint, dan duurt het nog 2 jaar. En dan ben je 2 jaar verder. Dan heb je nog geen aandeel gekocht. Of nog geen bitcoin gekocht. Of een deel van een bitcoin. Je hoeft niet eens gelijk een hele bitcoin te kopen. Maar dat kan, ja. Dus, voetballers die kopen gewoon een hele bitcoin, toch? Nou, ik niet hoor. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk voor mij van, je moet gewoon beginnen. En inderdaad, in het begin misschien ook niet hele slimme aandelen gekocht. En ook niet met heel veel geld begonnen, gelukkig. Dus en zo leer je elke dag weer wat bij. En ik denk dat gewoon de key is voor heel veel dingen. Dat je gewoon moet beginnen. En uiteindelijk valt alles wel een beetje op zijn plek. Ja.
Ja, het is natuurlijk voor heel veel mensen vastgoed, maar ook andere beleggingen, crypto, natuurlijk super interessant. Ja. En mensen willen wel graag dat resultaat, of dat nou financiële vrijheid is, of een dikke auto, miljonair worden, wat dan ook. Ja. Maar niet iedereen is bereid om de moeite echt te doen om het te implementeren. Ja. En ik denk dat heel veel mensen ook blijven hangen in dat, ik weet nog niet genoeg. Ik moet nog even één filmpje kijken of één boek lezen. Precies. Dan ben ik klaar om te gaan starten. Ja. Maar jij zegt dus, ja, je bent eigenlijk nooit, dan ben je nooit klaar, gewoon beginnen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor heel veel dingen geldt. Tuurlijk, je moet jezelf inlezen en je moet natuurlijk weten waar je het over hebt. Maar goed, als je maar blijft lezen, dan ga je uiteindelijk niet verder raken. En als je niks aankoopt of je stapt nergens daadwerkelijk in, nee. Ja, dan kan het heel lang duren. En dan kun je er wel alles van weten. Maar als je dan evengoed nog geen crypto hebt of geen aandeel hebt, ja, dan heb je ook niet veel aan die kennis natuurlijk. Nee. En ondertussen, nu je er zelf daadwerkelijk mee bezig bent en die kennis geïmplementeerd hebt, heb je nu ook veel mensen om je heen met wie je daarover kan delen en over kan sparren? Ja, ik denk als je het over gaat hebben met mensen, want in eerste instantie had ik het daar met mijn vrienden ook niet heel vaak over. Omdat we gewoon met andere dingen bezig waren en heel veel met voetbal, heel veel focus op voetbal. Maar als je het dan daarover gaat hebben, dan merk je toch dat heel veel mensen er toch wel interesse in hebben. En dan ga je daar veel meer over praten. En dan wordt het toch ook een beetje een interessepunt van ook je vrienden, waar je eigenlijk niet van wist dat hun interesse daar ook lag. Ja. En dat is wel leuk. En dan ga je samen een beetje proberen op te bouwen of ga je praten over bepaalde dingen. En dan heb je eigenlijk een jaartje of... Het zal zijn een jaartje, anderhalf jaar later heb je gewoon hele andere gesprekken dan je een jaar geleden had. Dus dat is wel leuk om die ontwikkeling te zien. Ja, het is gaaf om te zien inderdaad. Want voor veel mensen dat geld en investeren en zo. Ja, niet iedereen is daar even open over. Maar als jij degene bent die daar het gesprek over begint. Ja. Dan komen er best wel wat mensen die zeggen. Oh, maar ben jij daar ook mee bezig? Ja. Ik doe dat ook al heel lang of zo, weet je wel. Dus je komt van sommige mensen. Ja, krijg je ook weer een hele andere kant dan van hun te zien. Ja. Mijn ervaring is ook wel dat er vrienden zijn in die omgeving, ik weet niet of jij die ervaring deelt, die helemaal er niks mee hebben en er ook niks van af willen weten, helemaal weten. Niks interesseert en met wie je misschien zelfs minder contact gaat hebben, omdat jij nu opeens hier heel veel mee bezig bent. Ja. Die ervaring heb jij ook? Of? Ja, ik denk dat ook wel normaal is. Dat je, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen interesse. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ding. Maar ik heb ook vrienden die vinden het prima wat ze doen. En die gaan elke dag naar hun werk. Die doen werk wat ze leuk vinden. En die krijgen elke maand salaris. En dan is het ook helemaal prima. Ik bedoel, dan kun je ook steenrijk zijn, waar we het net over hadden. Als jij doet wat je leuk vindt en je bent tevreden met je leven... Ja, dan is dat ook helemaal prima. Het hoeft ook niet zo te zijn dat iedereen moet investeren of moet podcast moet kijken of boeken moet lezen. Dus iedereen vindt daar een beetje zijn eigen weg in. En op het moment dat je gelukkig bent, dan is dat denk ik het allerbelangrijkste. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is het allerbelangrijkste. En dan kom je ook bij die vraagstukken van maakt geld dan gelukkig? En wanneer ben je steenrijk? En wanneer is genoeg? En noem het allemaal maar op. Aan de andere kant vind ik wel dat mensen zich bewust moeten zijn. Inderdaad, dat als je die baan hebt en dat maakt je gelukkig, dan is het prima. En we leven nu ook in de banen liggen voor het oprapen. Ja, ja. Alleen, dat kan ook veranderen. Je kan ook een keer in de situatie komen dat je ontslagen wordt of wat dan ook. Ja, dan ziet je wereld er opeens wel heel erg anders uit. En dan denk je misschien wel van, had ik maar naast die droombaan die ik had en dat fantastische leven toch ook... Ja, als je de ruimte hebt, denk ik van wat let je om het niet te doen? Ja, zeker weten. En ik ben iemand, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, die ook gewoon graag voor zichzelf wil zorgen. Die niet afhankelijk wil zijn van een werkgever, van een overheid, van een bank of van wie dan ook. Ja. Zodat je gewoon je eigen keuzes kan maken en echt vrij bent. Ja. Maar ook dat is persoonlijk en is een keuze. Sommige mensen vinden het wel verdomde comfortabel om wel afhankelijk te zijn van anderen. Ja, ik denk dat inderdaad, als je kijkt, of het kan natuurlijk zijn dat wij een stuk jonger waren, dat kan natuurlijk ook, maar ik heb het gevoel dat er sowieso al steeds meer en veel meer over gepraat werd dan een aantal jaar geleden. Zeker, omdat je ook als je kijkt naar je ouders of die leeftijdscategorie,
daar werd toch heel anders gesproken over beleggen. Zij waren heel erg van het sparen en dat was dan heel safe. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje upcoming is op dit moment. Dat heel veel podcasts, zoals deze bijvoorbeeld, heel veel hebben over investeren en over vastgoed beleggen bijvoorbeeld, zulke dingen. Dus ik denk dat dat wel een ding is wat er ook een beetje van onze generatie is. En dat daardoor ook steeds meer mensen erover gaan praten. Steeds meer mensen willen ook financieel onafhankelijk worden. Hè. Heel veel mensen willen voor zichzelf kiezen. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat steeds meer mensen daarmee bezig zijn. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat sommige mensen die hebben daar gewoon niet veel mee. En die zullen daar waarschijnlijk te laat achter komen. Want dan is het dadelijk misschien, hè, dan worden ze misschien ontslagen. Of dan hebben ze een tegenvaller financieel. En dan gaan ze opeens denken van, hey, had ik maar iets daarnaast gedaan. Maar ja, sommige mensen moeten het eerst meemaken. Nou ja, kijk naar jezelf. Voorbeeld van die blessure. Jij dacht waarschijnlijk totdat die blessure gebeurde. Joh, ik blijf tot mijn 45ste voetballen, bij wijze van spreken. Precies. En op zo'n moment dat er zoiets gebeurt, denk je van, hey, wacht eens even. Misschien kan ik niet altijd blijven voetballen. Dan valt het inkomen weg. Laat ik eens even wat gaan doen. Ja, zeker waar. Zo is het. En zo gaat het bij heel veel mensen, inderdaad. En bij sommige mensen komt het misschien te laat. Hè, dat ze denken van, het gaat allemaal prima, het is allemaal goed. Maar sommige mensen beginnen daar iets eerder over na te denken. En die zijn het voor, bij wijze van, zeg maar. Ja. Dus Het is meer preventief dan... Ja, precies. Hey, en hoe is dat in de voetbalwereld? Heb jij ook andere voetballers binnen je team of daarbuiten die daarover delen? We hebben recent Ryan Babel en Gianni Suiverloon bijvoorbeeld te gast gehad. Volg jij hun ook met bovengemiddelde interesse? Omdat zij ook over dat soort thema's delen. Praat je daarover met andere spelers? Nou, ik denk wat ik net ook zeg... Dat je het steeds meer hoort. Steeds meer mensen zijn er, en ook steeds meer voetballers zijn ermee bezig. Omdat er natuurlijk ook steeds meer over gesproken wordt. En dan zie je inderdaad Ryan Babel of Suiverloon zie je voorbij komen in podcasts. En die zeggen ook van, het is verstandig om bezig te zijn met beleggen. Of om iets naast je voetbal te hebben. Of om iets naast je werk te hebben. Dus ja, je merkt wel dat er steeds meer jongens zijn. Steeds meer voetballers zijn die daar... die daarmee bezig zijn. En dan is het ook steeds interessanter om het met jongens over te hebben. Omdat je merkt dat daar steeds meer vraag naar is. Steeds meer interesse naar is. Dus ja, er zijn zeker wel jonge spelers waar je het over hebt met investeren. En ja, goed, bijvoorbeeld crypto op dit moment. Dus dat is wel super interessant om... als je lekker op reis bent of een uitwedstrijdje hebt en je zit... achter in een bus is het toch ook wel eens leuk om niet alleen over voetbal te praten. Ja, precies. Leuk dat je ook andere dingen kan delen. Ja. Maar binnen jouw team zijn er meerdere daarmee bezig. Weten die dat ook echt? Nou ja, goed, je deelt natuurlijk daarover op Instagram ook. Ja. Maar nou, hoe wordt daar naar gekeken? Jawel, ik heb wel jongens in mijn team die daar erg mee bezig zijn. Bijvoorbeeld één jongen waar ik mee voetbal, die heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in padelbaan in Bali. Dus weet je, zulke dingen of ook vastgoed in Bali, wat heel interessant is als je daadwerkelijk in Indonesië zit. Dus ja, een andere speler heeft bijvoorbeeld een soort marketingbureautje opgezet. Dus dat is wel leuk. Ik heb een jongen in mijn team die doet laundry bijvoorbeeld. Die heeft heel veel laundries in Bandung, in de stad waar ik woon. Dus je ziet in Indonesië wel heel veel spelers die... Mega goede business volgens mij, hè? Van die was... Ja, zeker. Ja. Ja. Dus hij is er ook echt goed mee bezig. Heeft het heel druk ook en ja, bouwt eigenlijk de ene naar de andere laundry bouwt die op. Dus ja, dat is super leuk om te zien. Eentje bijvoorbeeld die doet... die verschipt scooters van Indonesië naar Afrika... Dus ja, en die stopt containers vol met scooters en ook hoofddoeken bijvoorbeeld. Die laat die maken in Indonesië en die verstuurt die naar Afrika. Zulke dingen allemaal. Dus dat is echt heel veel verschillende dingen. En heel veel om ook over te praten met die jongens. En ja, dan leer je toch ook andere jongens. Of in ieder geval iemand leren achter het voetbal. Dus iemand die ook met...
heel veel andere dingen bezig is dan alleen maar dat spelletje en alleen maar presteren in het weekend. Ja, maar dat klinkt wel zo'n mega ondernemend voetbalelftal. Ja, maar dat komt is denk niet ik gewoon ook... gewoon een businessclub die af en toe ook op het veld staat? Of, ja. Dat nee, heeft tijdens de wedstrijd even op mobieltjes gekeken wordt voor... Ja. Wat de omzet was van de dag. Ja. Nee, maar ik denk dat het sowieso in Indonesië... dat die jongens daar ook wel zien dat het allemaal niet van zijn leien dakje gaat. En dat er natuurlijk ook heel veel armoede is. En weet je, die jongens waar ik mee speel, sommigen hebben het financieel heel goed. Maar sommigen hebben het ook, of in ieder geval voor een Indonesië begrip hebben ze het heel goed. Maar zij weten ook van, ja, wat als er gebeurt als ik niet kan voetballen. Je hebt het dan niet bijvoorbeeld dat je een uitkering krijgt als je geen baan hebt. Dus je moet echt zorgen dat je zelf overleeft. Sociaal vangnet zoals we dat hier... Nee, precies, dat heb je dan niet. Dus en ze moeten heel vaak ook voor hun ouders zorgen of familieleden zorgen. Dus ik denk dat ze ook wel zien van, hè, weet je, voetbal is allemaal leuk. Maar ja, wat nou als het stopt? Ik moet toch zorgen dat er brood op de plank komt. Ja. Nou ja, goed dat ze dat beseffen. En jij zei ook van, hè, er zitten echt grote verschillen qua inkomen binnen binnen die elftallen daar. Tussen de buitenlanders, dat zijn er maximaal vier. Hè, die daar zijn vier buitenlanders. Nu worden dat er vijf of zes, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar goed, dat worden er nu vijf of zes. Maar het is inderdaad jonge jongens die net komen, is natuurlijk een heel groot verschil met buitenlandse jongens die eigenlijk alles achterlaten om in Indonesië te gaan spelen. Ja. Die verdienen vaak wel meer dan lokale jongens. Ja. Ja. Hey, en als jij zelf nou niet dat inzicht had gehad door die blessure om te gaan beleggen, heb je ook mensen in je omgeving... gehad, een zaak waarnemen of ouders die zeiden van joh Nick, misschien goed om nu verdien je een aardige boterham om aan de toekomst te denken en wat te gaan investeren? Of? Niet heel specifiek. Mijn ouders hebben wel altijd gezegd van probeer snel een huis te kopen, want op dat moment was een heel goed moment, de rente was heel laag. Ze zeiden van, hè, als je een huis kunt kopen, dan moet je dat doen. Dus dat heb ik eigenlijk ook heel snel gedaan. Om mijn 17e volgens mij eerste. Dat is inderdaad netjes. Ja. dat was het enige advies eigenlijk van mijn ouders. En, maar verder had ik niet echt mensen om me heen die tegen me zeiden... je moet hier eens naar kijken of je moet daar eens naar kijken. Nu wel, steeds meer. Omdat je daar zelf natuurlijk ook mee bezig bent. Maar toen ik nog jong was, helaas niet, nee. Is dat eigenlijk, want ik heb het ook met Ryan over gehad, dat het toch best wel opmerkelijk is dat sporters daar niet alleen in de voetballerij, maar ook daarbuiten en niet daar meer in begeleid worden. Vanuit clubs, klopt. Maar ook vanuit een zaakwaarnemer. Maar Ryan zei ook van de zaakwaarnemer die is eigenlijk alleen bezig om jou van A naar B te krijgen en daar aan over te houden. Die denkt niet echt aan jou. Echte belang of jouw carrière na jouw voetballerij, want dan kunnen ze geen geld meer aan jou verdienen. Hoe zie jij dat? Klopt. Ja, ik denk dat het wel klopt. Ja, ik denk dat heel veel zaakwaarnemers inderdaad bezig zijn met van club A naar club B. Je ziet ook daarin wel dat ze daar, tenminste die van mij doet dat wel, die probeert ook zijn spelers bij een financieel adviseur te krijgen. Dat ze wel alles goed regelen, dat ze zorgen dat ze iets voor na een carrière hebben, om te kijken waar ze kunnen investeren. Dus ook daarin merk je dat het tenminste die wat ik ken, dat het steeds meer wordt. Maar inderdaad, hoe vaak hoor je het niet dat spelers miljoenen verdiend hebben en dat ze vijf jaar later gewoon niks meer hebben. En dan vraag ik me, maar hoe kan dat dan? Maar inderdaad, wat Ryan ook al zei, je hoort het gewoon heel veel en je ziet het veel te veel dat spelers gewoon niet goed met hun geld omgaan. Dat is gewoon heel zonde. Want eigenlijk kun je gewoon financieel vrij zijn. Als jij gewoon een goede carrière hebt en je doet het goed beleggen en je bent gewoon slim bezig, dan kun je eigenlijk de rest van je leven doen wat je wil. Alleen het is gewoon heel zonde dat je dat dan weggooit, omdat je niet nadenkt over wat er na je carrière gaat gebeuren. Ja. Nou ja, als jij gewend bent dat het met bakken binnenkomt en daar ook een levensstijl hebt met navenante uitgaven elke maand. Ja. En je belegt het niet, er zit geen extra inkomstenstromen of passief inkomen of wat dan ook bij. Dan gaat het hard, denk ik. Dan gaat het hard, ja. Ja. En,
Ja. En zeker als je gewend bent, hè, als je echt naar het toplevel kijkt, als je kijkt naar jongens die privéjets pakken en dure vakanties, dure auto's. Weet je, als je dat gewend bent, dan kun je miljoenen hebben verdiend. Maar als je dat blijft doen en er komt verder niks meer binnen, ja, dan gaat het ook heel snel weer eruit. En dan kun je het wel even volhouden. Maar als je daar echt niks aan doet, dan gaat het moeilijk worden. Hoe doe jij dat dan met bepaalde uitgaven? Welke mate van luxe permitteer je jezelf? En wanneer zeg je van, dit vind ik gewoon zonde. En ik investeer dat geld liever in crypto of in een villa op Bali? Nou, ik ben daar best wel extreem in, denk ik. Want ik heb eigenlijk helemaal geen luxe. Want wij, en mijn vriendin ook niet. Dus ja, ik denk dat qua dat betreft dat ik daar best wel safe zit. Maar ik heb bijvoorbeeld elke maand geld opzij gezet om mijn Bali of mijn villa in Bali te kunnen betalen. Dus dan ging elke keer mijn salaris ging gewoon bijna alles ging aan de kant. En dan ging ik dan kijken van wat is er nog over om de rest te doen. Dus ja, zo zit ik er een beetje in. Ik hoef geen dure kleding of dure auto's. Of wat ik belangrijk vind, is gewoon een huis waar ik me fijn voel. Een auto waar ik me in kan verplaatsen. Scootertje. Ik heb ook een scooter, ja, inderdaad. Ja. Ja, soms lekker met een scooter naar de training. Ja, nee, dat moet. Indonesië moet je een scooter, toch? Ja, zeker. Soms druk en files. Dus dan kun je inderdaad beter een scooter hebben. Maar ja, die dingen eigenlijk. Maar verder heb ik niet extreme luxe. Weet je, nu als we dan bijvoorbeeld naar Barcelona gaan, dan gaan we natuurlijk wel lekker eten. En dan heb je gewoon een goed plekje om te slapen. Nee, tuurlijk. Maar het is niet zo dat ik denk van, ik moet in de duurste hotels en ik moet de business class vliegen. Ja, dat wil ik net. Je bent gewoon economy class hier naartoe gekomen. Ja. Ik heb het één keer gedaan. En dat was in de coronatijd. Toen moest ik volgens mij €200 betalen of zo. Ik dacht, nou, dat vind ik het wel waard. Ja, nee, dat is gewoon ook een keer leuk om dat te doen. Maar nu als je soms die prijzen ziet, dat je €1000 moet bijbetalen per persoon. Ja, dan denk ik van, ja, dan ga ik wel 13 uurtjes op een normale stoel zitten. Dat vind ik niet zo erg. Hey, maar jij zegt het net alsof dat heel normaal is. Dat je zegt van, ja goed, eerst ging dat geld naar die villa in Bali. En dan ging ik eens kijken wat er nog over was voor mezelf. Ja. Terwijl de meeste mensen het omdraaien en die geven eerst zonder nadenken geld uit. Want ja, je moet toch weer die nieuwe iPhone hebben en dit en dat. Ja. En dan misschien is er nog iets over om te investeren, maar bij de meeste mensen niet. Sterker nog, de meeste mensen hebben weer meer geld uitgegeven die maand dan dat er binnen kwam. Ja. Hoe doe je dat? Hoe kijk je daar? Want sommige mensen zouden dat echt zien als een opoffering op korte termijn. Ik denk van, hey Nick, ja, je bent jong, ga lekker genieten. En, ja, maar het is ook wel een opoffering, denk ik. Want ik heb ervoor gekozen om die villatjes te laten bouwen. Ik had op dat moment niet al dat geld. Maar ik wist dat het in een maand tijd of in een jaar tijd betaald moest worden. Dus ik dacht van, ik heb nog een jaar de tijd om dat andere gedeelte bij elkaar te krijgen. En ja goed, toen heb ik inderdaad gewoon ben ik gaan rekenen. Excel cheatje gemaakt. Waar dit en dit moet ik nog binnenkrijgen. En dit moet maandelijks gewoon aan de kant. Dat kan niet anders. Anders kan ik die villatjes niet betalen. Dus zo is het eigenlijk gegaan. En het is wel, of ja, weet je, in Indonesië is het leven natuurlijk ook niet super duur. Dus je hebt minder nodig om gewoon een goed leven te hebben. Maar ik denk dat het toch wel een beetje een opoffering is. Want ja, soms moet je ook dingen laten om iets anders te kunnen realiseren. En dat hebben wij in dat geval wel gedaan. Ja. Want wat is het dan waar je naartoe werkt, zeg maar? Dat je die opoffering maakt op de korte termijn. Dat is dan vaak omdat je een groter doel hebt op de korte of langere termijn. Wat is wat is dat doel? Nou ja, in dat geval was een doel voor ons. We wilden een villaatje bouwen op Bali. Mm-hmm. En toen kwam die coronatijd en weet je, het was allemaal heel onzeker. Het land ging dicht. Maar dat gaf natuurlijk ook mogelijkheden, omdat de prijzen omlaag gingen van het land. Want je moet het land kopen dan en dan kun je daar je villa'tje opbouwen. Dus de prijs van het land werd op dat moment goedkoper, omdat mensen natuurlijk geld nodig hadden in Bali. Heel veel toerisme viel weg, ja. Heel veel mensen hadden toch ook crisis. Dus dat gaf mogelijkheden. En toen dachten wij van, hey, dit is een goed moment. Ja, de prijs van het land, je bedoelt het aankopen van de grond, ja, van precies. Een kavel om op te gaan bouwen. Ja. Ja. Um,
En toen dachten wij, nou, dit is een mogelijkheid. Maar dan moeten we wel kijken hoe we dat gaan financieren dan. Goed, toen zijn we gaan kijken hoe we dat konden doen en wat de mogelijkheden waren. En toen werd dat ook ons doel, zeg maar, van mij en mijn vriendin samen. Van, ja, luister, wij willen een villaatje in Bali. Dit is een goed moment. Eigenlijk kunnen we het nog niet, maar dan moeten we maar zorgen dat we het wel kunnen. Dus dan moeten we gaan kijken hoe we het voor elkaar krijgen. Ja, en toen hebben we, zeg maar, bedacht van, dan moeten we misschien maar iets minder vaak gaan uit eten. En dan moeten we maar gewoon zorgen dat we over een jaar, zeg maar, die villaatjes betaald hebben. Ja, en zo. En je zegt villaatjes? Dat waren in eerste instantie twee. Twee, ja, okay. Villaatjes. Het was één, slaapkamer, één badkamer. Ja. En we hadden, zeg maar, drie A gekocht, dus 300 vierkante meter. Ja. En eerst wilden we er één op bouwen. En toen dachten we daarna van, eigenlijk is het best wel groot om eentje te bouwen. Dus laten we dan twee dezelfde doen naast elkaar. Dus dan heb je ook, als je dan zelf naar Bali wil, dan kun je die andere verhuren. En als je er niet bent, dan verhuur je ze allebei. Ja. Dus ja, zo hebben we daar eigenlijk twee gedesigned. En hebben ze die twee dezelfde naast elkaar gezet. Ja. Maar dat was echt al een lang gekoesterde de wens om een villa op Bali te hebben. Nou, niet echt per se voordat we naar Indonesië gingen. Nee. Maar toen we de eerste keer op Bali waren geweest, toen dachten we, dit is wel echt fantastisch. Dit is echt, dit is wel iets waar we onszelf misschien ooit wel zien wonen. Dat weten we niet. Maar het was wel zoiets van, ja, dit is wel echt een fantastisch eiland. En hier kun je lekker vertoeven en hier willen we wel regelmatig naartoe. Ja. Dus toen is dat een beetje gaan opbloeien. Toen hebben we wat mensen leren kennen, links en rechts, die natuurlijk ook al wat gebouwd hadden op Bali. Die jongens uit mijn team bijvoorbeeld. En dan ga je erover praten. En ja, dan, ik wilde net vragen van, ja, oké, dan heb je dat als doel. Maar waar begin je dan? Ja, dan leer je natuurlijk mensen kennen, want je krijgt die interesse daarin. Je gaat ook op YouTube filmpjes kijken. Je gaat googlen, hoe werkt dat? Ik kende natuurlijk wat jongens die ook al een villaatje op Bali hadden laten bouwen. En dan ga je erover praten. En uiteindelijk belde een makelaar belde mij op en die zei van, luister, ik heb een goed stuk grond. Zou je het interessant vinden? Want nu is de prijs goed, et cetera, et cetera. Ja, goed, en dan gaat het eigenlijk vanuit niets, zeg maar vanuit een droom, wordt het toch wel een beetje werkelijkheid. En dan op een gegeven moment gingen we ook, waar we het net over hadden in het begin, van heel veel onderzoek doen. En is het wel goed en is de locatie wel goed? En toen heb ik een paar jongens die op Bali speelden op dat moment, die kende ik. Die heb ik gevraagd van, zou je even willen gaan kijken? En eentje daarvan die zei van, hebben ze niet nog meer stukken? Want het is super goede locatie. Dus toen was voor mij, zeg maar, als hij al zegt dat het goed is en hij wil dat zelf ook, dan is het eigenlijk wel een go. Dus dan, goed, toen hebben we het ook. Want waar op Bali is het? Dit is in Canggu. Canggu, ja. Ja. Dus nu zeg maar heel, heel bekend, heel veel toerisme. Ja. Dus dat was echt een super goede locatie. En wat ik zeg, met de COVID viel het allemaal precies goed. En toen hebben we eigenlijk een go gegeven om dat land om dat plot grond te kopen. Ja. En dan heb je een stuk land op Bali en dan gaat het eigenlijk pas beginnen. Ja, nee, dan begint het pas inderdaad. En ik vind het altijd mooi ook dat je dan van een doel of een idee gaat. En dan heb je ja gezegd. En dan denk je, oh, kut. En nu gaat het wel echt dan. Ja. Dan moet het ook natuurlijk. Dan gaat het echt leven. Het was zo dat die zei die van, ja, het is echt super gewild. Dus als je het wil, dan moet je wel snel ja zeggen. Ik zeg, ja, wat is snel? Hij zegt, ja, binnen een paar dagen. En toen dacht ik van, ja, weet je, hoe ga ik dat doen? Ik kan er niet naartoe, want ik had gewoon wedstrijden. Dus toen dacht ik van, hoe ga ik het nou doen? Toen heb ik wat jongens, wat ik net vertel, jongens gaan laten kijken. En toen heb ik eigenlijk binnen 3 dagen hebben gezegd van, doe het maar. En toen zei hij van, dan moet je wel even het geld overmaken. Maar dan moest ik dus in één keer betalen. En toen dacht ik van, dan wordt het wel echt serieus, weet je. Dan wordt het wel echt. En, had je dat ook gewoon liggen? Of had je eigenlijk voor de grond? Voor de grond hadden we wel liggen. Ja. En dan moet je dat geld overmaken. En dan is het natuurlijk spannend, hè, want je moet het overmaken, gaat het wel goed? En drie keer vragen van, is het aangekomen, is het aangekomen? Dus ik heb het wel in 4 termijnen betaald, omdat ik dacht van, stel ik maak het in één keer over en het gaat niet goed, dan
is alles weg. Dus nee, maar goed, uiteindelijk is het alles goed, allemaal goed gegaan. En ja, hadden we die grond gekocht in Bali. Ja, dat is natuurlijk op dat soort plekken natuurlijk ook wel extra spannend met hoe zo'n dat overmaken gaat. Maar misschien ook, ja, hoe goed ken je die makelaar? Is het dan wel echt te vertrouwen? Ja, het was wel een betrouwbaar bedrijf. Want die andere jongens die ik kende, die hadden ook al met hun gebouwd. Dus daardoor is het natuurlijk wel makkelijker om die stap te maken. Ja. Als je weet dat het allemaal goed is en goed zit. Dus dat maakte het uiteindelijk natuurlijk wel minder risicovol en makkelijk om die keuze te maken. Ja, maar wel even goed om mee te geven als boodschap aan de luisteraar. Als je in het buitenland gaat investeren, ja, nee, altijd zeker weten, echt zeker supergoed weten. Je huiswerk doen. Ja. En ja, want, dus als jij inderdaad mensen kent die met hun gewerkt hebben en weten dat er vertrouwen is, dat is natuurlijk al heel fijn. Maar er kan ook iets misgaan. Precies, nee, maar 100%. Want je hoort echt genoeg horrorverhalen natuurlijk voor investeren in het buitenland. Maar goed, inderdaad, weet je, ik kende die jongens uiteindelijk ook natuurlijk van dat bedrijf en jongens die daar al mee gebouwd hadden. Dus ja, weet je, natuurlijk, uiteindelijk moet je natuurlijk wel ergens vertrouwen in hebben dat het ook goed gaat. Maar kom je ook nergens. Dan, nee, precies. Als je alleen maar tegenover iedereen super wantrouwend bent, dan denken ze ook van, ja, Nick, weet je, als je niet bij mij wil werken, ja, prima. Maar ja, dan, precies. Dus uiteindelijk moet je ergens wel een stap zetten natuurlijk. Maar ja, goed, als je gewoon goed je huiswerk doet en je kent die mensen waar je het uiteindelijk mee gaat doen, dan maakt het de stap natuurlijk een stuk kleiner. Ja, maar wat in Nederland geldt, hè, dat het belangrijk is om in ieder geval een basiskennis te hebben en dat je netwerk heel belangrijk is, dat geldt in het buitenland des te meer. Misschien nog wel meer. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dat je ook inderdaad gewoon de mensen om je heen hebt die je kunt vertrouwen. Tuurlijk heb ik ook alles laten checken door een notaris daar die ik zelf kende. Dus weet je, anders ga je natuurlijk niet zo'n keuze maken en ga je niet zomaar een stuk grond kopen in een land waar je eigenlijk nog niet zo heel lang zit. Dus ja, nee, tuurlijk, je moet wel gewoon een goede notaris of advocaat om je heen hebben. Goede mensen om je heen hebben die je kunnen adviseren. En dan kun je zulke keuzes natuurlijk maken. Je moet niet uit het niets natuurlijk ergens geld naartoe gaan sturen als je niet weet waar naartoe gaat. Nee. Nou ja, er zijn mensen geweest. Er zijn er genoeg, ja. Zeker weten. Ja, ja. Hey, en via die makelaar vervolgens ook contacten gekregen qua aannemers of zo? Of hebben zij ook de bouw echt gedaan? Want nee, je zei van dat. Ja, dat is dat zijn aannemers en die doen dan grond voor je zoeken en die zijn het ook voor je. En die uiteindelijk bouwen die het ook voor je. Dus oké, dus echt maximale ontzorging van A tot Z. Ja, precies, ja. Nice. Dus nu, dus toen en toen, zeg maar, van op een gegeven moment had ik mijn eigen villetjes klaar. En toen dacht ik van, ik wil hier meer mee doen, zeg maar. Ik wil dit zelf ook kunnen aanbieden aan mensen in Nederland. En toen is het eigenlijk een beetje gaan rollen, zeg maar. Toen kwam ook weer met een idee, met een droom van, het zou fantastisch zijn om meerdere villetjes te gaan bouwen. En toen is dat gaan rollen, zeg maar. Toen ben ik met nog twee andere Nederlanders zelf beginnen met bouwen. Oké. Die op Bali woonden of ja, die wonen in Yogyakarta, zijn twee Nederlandse jongens. Ja. En die doen eigenlijk heel veel vastgoed in Yogyakarta, dus op Java. Dus ongeveer 3 kwartiertjes tot een uurtje vliegen vanuit Bali. Mm-hmm. En die hadden ook al zelf villa's gebouwd op Bali, maar voor zichzelf. Dus niet voor andere mensen of als zakelijk. Maar die bouwen hele compounds, zeg maar, met 20, 25, 30 woningen in Yogyakarta. Die zijn daar 12 jaar geleden heen gegaan. En ook ja, alles een beetje meegemaakt hoe dat gaat in Indonesië natuurlijk. En ja, ik heb die jongens leren kennen uiteindelijk. En die hadden een beetje hetzelfde idee als dat ik had, hè, om villa's te bouwen in Nederland. En dan, of in Bali. En dan uiteindelijk te verkopen aan mensen die willen investeren vanuit Nederland. Dus als jij de taal in Indonesië spreekt en je spreekt de taal in Nederland, ja, dan maakt dat de drempel een stuk kleiner natuurlijk. Als jij zou willen investeren in een ander land, dan zit je ook niet met andere mensen, met notarissen die je niet kent bijvoorbeeld, of advocaten die je niet kent of die de taal niet spreken. Dus daarin willen wij, zeg maar, die drempel maken van villa's bouwen in Bali, investeren vanuit Nederland en dat helemaal ontzorgen. Dus inderdaad ook land zoeken,
designen, bouwen, sleuteloverdracht, verhuren. Dus dat je in principe... En ook een stuk verhuurbeheer, dat kun je ook allemaal regelen. Ja, gewoon alles. Dat je helemaal geen omkijk hebt naar, je investering in Bali, zeg maar. Ja, klinkt goed. Ja. Hoe is de animo sowieso vanuit Nederland om te investeren in Bali? Ik heb het gevoel dat het best wel hoog is. Maar dan komen we ook weer terug op waar we het eerder over hadden. Mensen willen heel veel, maar als het daadwerkelijk erop aankomt, dan zijn ze vaak toch wel terughoudend. Dus er zijn heel veel mensen die aan mij vragen, ook als ik af en toe mijn eigen villa's post op social media. Ja. Dan zeggen ze van, ziet er echt super mooi uit, kan ik niet ook investeren? Dus zo is dat zeg maar een beetje begonnen bij mij. Dat ik dacht van, er is heel veel vraag vanuit Nederland. Ja. Maar het is gewoon heel moeilijk om te investeren in het buitenland als je er zelf niet bent. Dus ja, er is best wel veel vraag. Uiteindelijk moeten mensen natuurlijk wel die stap zetten om het daadwerkelijk te doen. En daar vallen natuurlijk ook heel veel mensen af. Maar uiteindelijk zijn er wel mensen die wel willen investeren vanuit Nederland om het te bouwen in Bali. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat jij liever wat minder investeerders hebt met wat grotere bedragen dan mensen die met 3000 euro of zo aankomen zetten, toch? Ja, dat is natuurlijk wel makkelijker. Ik denk dat daar ook wel een markt ligt. Dat je dat daar ook wel, weet je, natuurlijk niet met 3000 euro, maar misschien is er ook wel een heel veel interesse vanuit mensen die misschien 10, 20.000 euro hebben liggen. Daar kun je geen hele villa mee bouwen. Maar dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen zeggen van, hè, als je nog bijvoorbeeld 5 andere of 6, 7 andere mensen hebt die ook een bedrag willen investeren, dat je dan bijvoorbeeld met z'n allen een huisje zou kunnen kopen. Ik denk dat daar heel veel interesse is vanuit Nederland. Dat je wel iets kunt investeren, maar dat het niet gelijk een heel groot bedrag hoeft te zijn. Nee, ik denk dat altijd goed is om dat vastgoed laagdrempeliger te maken. Of voor meer mensen dat het dan bereikbaar wordt. Ja. Kijk ook bijvoorbeeld naar die crowdfunding platformen waar mensen natuurlijk voor een heel klein deel eigenaar zijn. En daar gewoon een rendement op krijgen. Ja, interessant. Ik denk dat het ook super leuk is. Ik bedoel, als je kijkt naar... bijvoorbeeld jullie hebben het nu de hele tijd over Curaçao gehad, over vastgoed. Ik heb een podcast van jullie geluisterd over Spanje, om daar te investeren in vastgoed. Dus ik denk dat het ook steeds makkelijker wordt om die stap te zetten om te investeren in het buitenland. Dus ik denk dat dat ook een heel interessant onderwerp is en dat het ook super leuk is om mensen om te kunnen zeggen, ik heb misschien een deel van een villa of ik heb een villa in... Curaçao of Bali of Spanje. Dus ik denk dat het super interessant is om daar zich ook steeds meer in te gaan verdiepen. Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen, zeker die doelgroep die graag investeert in het buitenland en in een tweede huis, dat vaak wel heel tof vindt om dat op verjaardagen te kunnen zeggen van... ook dat, ja. Ik heb een vakantiehuis in Spanje of op Bali of Curaçao. Dat zijn natuurlijk de plekken die... Ja, of allemaal. Ja. Daar hoor ik ook wel mensen over dat als je dat kan permitteren, dat het in het kader van spreiding, maar ook om te wonen op verschillende plekken in de wereld, dat het interessant is. Maar ja, ik ben zelf meer een belegger die vooral echt, die kijkt naar de cijfers. En al staat het in Botswana, ik noem maar wat, als de cijfers kloppen, dan ja, dat is misschien wat minder sexy om dat te vertellen. Ja. Maar... Want laten we het daar eens over hebben, over de cijfers. Als je het echt als investering bekijkt, die kleine villa's, die zijn nu klaar. Ja. Kan je daar iets over delen wat het uiteindelijk dat mensen een klein beetje een beeld hebben, wat dat qua grond en qua bouwen, wat dat dan kost? Waar moet je dan aan denken? Mensen weten of ze hun spaarpot om moeten keren. Ja, nou ja. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Je kunt voor 150.000 euro iets laten bouwen. Of 150.000 euro. Maar goed, dan valt het bij wijze van spreken bijna uit elkaar. Maar je kunt ook een hele grote villa met sea view en alles op en eraan laten bouwen. Dus ja, het is maar hoe gek je het zelf wil. Wij bouwen zelf, we hebben nu laatst, of in ieder geval ik heb zelf 2 villa's laten bouwen.
Die heb ik eigenlijk gelijk doorverkocht. Dus dat kun je natuurlijk ook doen. Ja. Vervolgens ben ik met dat nieuwe bedrijf wat wij begonnen zijn, Bali Builders Group heet het, met die twee Nederlandse jongens, zijn we nu 5 villa's aan het bouwen. Daar hebben we er 4 van verkocht aan Nederlanders, ook voetballers. Die hebben we verkocht voor rond de 2 ton. Dus dan kun je, kijken naar, er staan 2 kamervilla's, 2 badkamers, zwembadje in de tuin. Heb je ongeveer 150, 160 vierkante meter grond. Dus ja, het is niet een huge villa, maar het is wel gewoon een lekker huisje, lekker vakantiehuisje, dat je goed kunt verhuren op een goede plek, ook in Canggu. En nu gaan we naar een nieuw project, dat is Uluwatu. Ik weet niet of je dat misschien kent, dat ligt onderin Bali. Daar gaan we nu beginnen. En daar hebben we volgens mij 3 weken geleden land gekocht. Dus die berekeningen zijn we nu aan het maken. Maar dan zul je... Land al gekocht en je gaat nu de berekening maken? Nou ja, om te verkopen gaan we die... Ja. Wij hebben onze berekening al gemaakt voor het land natuurlijk. Maar daar zal je ongeveer rond de 270... Tussen de 2,70 en 3 ton ongeveer gaan uitkomen om een villetje te bouwen. Maar dan ben je 5 minuten van het strand en super goede locatie, heel upcoming. Dus ja, zo kun je het een beetje... Ik denk dat je ongeveer moet kijken tussen de 2,5 en 3 ton. Heb je echt wel een fantastisch huisje. Nou, dat zijn redelijke bedragen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat je in Nederland er geen villetjes voor... In Nederland kun je daar niet meer heel veel van kopen tegenwoordig. Nee. En het is natuurlijk super interessant om in Bali... Bali is natuurlijk altijd al bekend geweest. Heel veel toerisme. Dus ja, voor de verkoop of voor de verhuur is het natuurlijk ook super interessant. De percentages zijn echt goed. En daaruit kun je natuurlijk heel veel winnen. En is het natuurlijk een super interessante investering. Ja, alleen te wel echt als doelgroep natuurlijk de toerist. Hè, dus een short stay verhuur. Ja. Heb je er nooit zo over nagedacht? Zeker omdat jij in de coronatijd hiermee begon. En die grond er zo kocht om... van wat als er weer dat soort maatregelen komen. Lockdowns en die toeristen die komen niet. Dan zit ik daar met mijn villaatjes die leeg staan op Bali. Ja, maar ja, als je zoveel dingen gaat denken, dan ga je weer overdenken en dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. Nu moet ik zeggen dat ik heb natuurlijk zelf in Bali gezeten met de coronatijd. En daar wonen ook echt wel heel veel mensen die zelf op Bali wonen, vanuit Australië, vanuit Europa, van Amerika, China. En je hebt natuurlijk heel veel toerisme uit Indonesië zelf, want daar wonen natuurlijk ook superveel mensen. En, ja, 270 miljoen of zo. Ja, precies. Ja, 270 miljoen. Dus, en ook lokale mensen gaan heel vaak op vakantie in Bali. Dus eigenlijk in principe, mocht het land dicht gaan, heb je altijd nog je lokale toeristen die ook heel veel op Bali zitten. Dus ik heb niet het idee dat het daar altijd helemaal stil zal vallen. Maar goed, als je nu kijkt naar Nederland, is ook van alles aan de hand met vastgoed. Dus ja, je kunt er nooit helemaal op rekenen, zeg maar, dat er geen rare dingen gebeuren. Nee. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat Bali wel een plek is, dusver bekend is, dat er altijd wel weer toerisme zal komen en blijven komen. Nou ja, Bali behoort tot, net zoals vele andere eilanden, het heeft gewoon iets magisch en heeft een aantrekkingskracht op heel veel toeristen. Dat is net als met Ibiza of Curaçao. Dus, maar jij zegt eigenlijk van... Oké, los van de toeristen en die short stay verhuur, is er ook gewoon een hele groep expats die daar gewoon woont, aan wie je zou kunnen verhuren, ook in theorie. Digital Nomads zit er ook heel veel. Ik ken er ook genoeg die daar wonen. Ja. En je hebt genoeg binnenlandse toerisme ook, gewoon Indonesiërs die daar... Precies. Dus daarom denk ik dat er altijd wel stroom van toerisme is. En natuurlijk, als er natuurlijk weer een nieuwe pandemie komt, dat kun je sowieso niet van tevoren op plannen. Maar dan is het natuurlijk nadelig. Maar goed, van de andere kant denk ik ook dat het uiteindelijk, zoals je nu ziet, bijvoorbeeld Bali is nog nooit zo druk geweest als nu. Dus mensen hebben natuurlijk wel een hele zware tijd gehad tijdens de pandemie. Maar nu zie je dat het weer super druk is en... Ja, dat het eigenlijk te druk is en dat bijna alles vol zit met verhuur. Want als je ziet die cijfers
waar mensen hun huizen of appartementen of villa's op dit moment voor verhuren. En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want het is eigenlijk, naar mijn idee, veel te duur. Maar goed, mensen betalen het. Betaald. Ja. Mensen betalen het en die willen naar Bali toe en die willen een lekker huisje met een zwembadje en die willen lekker 5 minuten naar het strand. Ja, en dan zie je dat er gewoon betaald wordt. En ik denk dat dat ook wel de kracht van Bali is. Dat je in principe een hele lage investering hebt. Relatief laag voor een vakantiewoning op een tropisch eiland. Ja. En dat de rendementen ook nog eens heel goed zijn en super hoog zijn. En dan klinkt het voor heel veel mensen misschien te mooi om waar te zijn. Maar ja, ik denk dat iedereen wel een keer naar Bali is geweest of naar Bali toe wil. En dan wil je ook gewoon een lekker huisje. En dan wil je ook gewoon een lekker plekje om te wonen of om te zitten. En dan heb je daar vaak iets meer voor over dan dat je misschien normaal zou doen. Ja, zeker. En ik zag het ook nu weer op Curaçao bijvoorbeeld met die Amerikanen. Die hebben heel weinig vrije dagen. Die gaan echt heel kort. Wij zaten er 2,5 maand. Maar die Amerikanen die ik sprak, nou, die zaten er 5-6 dagen. Ja. Maar die geven er geld uit in die dagen. Dat is niet normaal. Die kijken niet op een paar... Nee, en dus ja, die hebben dan zoiets van, joh, ja, ik heb maar 5-6 dagen. Ik ga gewoon maximaal genieten. Dan maar een mooie villa. Met dan nik maar even wat extra betalen. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar het is, weet je, het leven op Bali is gemiddeld ook wel iets goedkoper dan hier natuurlijk. Dus ja, dan denken mensen misschien ook wel, hè. Misschien geven ze dan iets meer uit aan hun verblijf. Omdat ze dan niet zoveel hoeven te betalen als ze gaan uit eten. Of als ze bijvoorbeeld naar een strandclub gaan. Als je in Ibiza naar Blue Marlin of zo gaat. Ja, dan moet je vaak een paar honderd euro, is het niet 1000 euro, aftikken. Wil je een beetje leuk meedoen. Maar in Bali ga je daar never nooit aan komen. Want dan kun je gewoon voor een normale prijs een mooi bedje aan het strand huren. Voor een hele dag en lekker eten. En dan ben je misschien 1/10 kwijt. Dus dat is, ik denk dat dat ook een heel groot verschil is tussen bijvoorbeeld Europa en Indonesië in dit geval. Hey, maar als je dan hebt, hè, we hebben dan een beetje de kant van de investering. Je zegt, je kan het zo gek maken als je zelf wil, hoe luxe, hoe groot, locatie, et cetera. Dat heeft natuurlijk allemaal invloed. Maar 2 ton, 3 ton, daar kan je aardig wat leuks voor neerzetten. Wat voor een bezettingsgraad haal je nu bijvoorbeeld met die villaatjes die je al verhuurd hebt? Waar heb je... Nou, en zeg van alles zit eigenlijk vol. Ja, ik denk dat 100% heel moeilijk is. Hè, want je hebt dat natuurlijk een dagje of 2 dagen ertussen. Dus heel veel mensen zeggen ook van ja, je hebt bijna 100% bezettingsgraad. Maar naar mijn idee is dat onmogelijk. Ja. Wij zitten op dit moment wel meestal 80-85% aan bezetting. Ja. Dus dat is echt wel heel veel. Ja, zeker. Ja. Ja. En iets in die geest van 2 ton, 3 ton. Voor hoeveel kan je dat dan gemiddeld per nacht verhuren? Ook dat ligt een beetje aan de periode natuurlijk. Hè. In de goede periodes is het natuurlijk meer dan dat je bijvoorbeeld januari, februari. Maar ja, goed, dat ligt ook een beetje aan van sommige mensen verhuren een kamer voor 250 per nacht. En sommigen die doen het voor 150, want die denken van, hè, dan ben ik tenminste altijd safe. Maar ik denk dat je rond die prijzen wel moet denken. Ik denk dat 1-2 kamers zit je wel rond de 150, 200 per nacht wat je kunt vragen. En dan in sommige fases, of sommige periodes misschien nog wel hoger. Ja. Ja, als je een snelle rekensom maakt, dat is een aardig leuk rendement als je een 80-85% bezetting haalt. Ja, dus wij geven ook vaak de berekening en daar zijn we dan best wel voorzichtig in. Sommige mensen of ontwikkelaars op Bali die zeggen, ja, binnen 3-4 jaar je geld draait. En dat, ja, nu vind ik dat een beetje snel om te zeggen. Maar ik denk als het zo doorgaat zoals het nu gaat, en op dit moment is het super hype Bali en het is echt heel druk. Dan heb je binnen 5, 6, 7 jaar heb je normaal gesproken, als het zo gaat zoals het nu gaat, en niet gegarandeerd natuurlijk, maar nee. Dan heb je wel geld terug. En dan is het natuurlijk een supermooie investering als je binnen 7 jaar je geld eruit hebt. Ja, los van de cashflow natuurlijk die het maakt, kan ik me voorstellen als die vraag zo groot is dat...
Dat alleen jij al sinds dat je begonnen bent leuke waardestijgingen ook daar gezien hebt. Ja, ja, maar ik heb mijn villa's eigenlijk. Ik heb ze gebouwd voor de verhuur. Ja. Dus ik heb ze allebei gebouwd. En eigenlijk toen ze klaar waren, toen kreeg ik al een telefoontje van een makelaar van: zou je het niet willen verkopen? Ik zeg nee, ik wil het voor de verhuur hebben, want ik wil cashflow bouwen en ik wil gewoon iets van na mijn voetbal, dat ik dan maandelijks inkomen heb. Toen zei hij van: ja, maar je kunt echt superveel geld vragen. En toen heb ik een bedrag genoemd. Ik zeg: luister, voor dit bedrag, als je hem hiervoor kunt verkopen, dan mag die weg. Weet je, dan maakt het voor mij niet uit. En toen kwam die, ik denk anderhalve week later, zegt hij: ik heb een koper. En ik zeg: oh, hij zegt: ja, hij komt uit Australië. Maar hij wilde niet één, hij wil ze allebei. Dus ik zeg: zo. En ik zeg: oké, nu wordt het interessant. En toen heb ik ze dus bijna voor het dubbele heb ik ze meteen doorverkocht binnen een week. Dus kun je nagaan, zeg maar, hoe mooi, ja, dat was goed. Ja, fantastisch. Dus ja, toen heb ik eigenlijk dat gebeurde toen. Dus ja, kun je nagaan hoe gewild, zeg maar, die markt op Bali op dit moment is. Maar hoe verklaar je dat dan? Want is dat dan iemand die te veel geld heeft? Of iemand die gewoon geen zin heeft om zelf die grond te gaan zoeken en dat allemaal te gaan bouwen en te gaan regelen? Of? Je hebt twee soorten mensen. Je hebt, zeg maar, mensen die willen vanaf moment één daarbij zijn. Dus die willen weten waar ze kopen. Die willen weten wat ze gaan bouwen. Die willen bij het bouwproces zijn. Maar je hebt ook mensen die zeggen van: ik heb geld liggen, ik wil het ergens instoppen. En die hebben geen zin om een jaar te wachten totdat die villa klaar is. Nee. Dus die willen gewoon gelijk wat kopen. En heel vaak zijn die mensen die zijn bereid om meer te betalen. En dan gelijk die cashflow te hebben. Dan dat ze een jaar moeten gaan wachten tot die villa klaar is. En moeten gaan bepalen hoe het gedesigned wordt en welke materialen ze gaan gebruiken. Dat willen ze vaak niet. Nee. Dus dan betalen ze liever meer. En dan is het gelijk klaar. En dan ziet het er goed uit. En dan weten ze dat het goed is. Dan dat ze dat hele proces door moeten. Nou, dus een beetje dat ze iets een stukje zekerheid kopen. Want ze weten hoe het eruit ziet, wat er staat. Dan dat ze een droom of een idee misschien van iemand anders kopen. Maar dan als jij... Sorry, ja. En dat ze meteen hun geld veilig hebben weggezet. En dat het meteen rendeert vanaf dag één. Dat het, precies. En dat is natuurlijk wel interessant. Als jij koopt van, zeg maar, voordat het gebouwd is. Dan koop jij, zeg maar, vanaf het design. Dus dan, dat is het off-plan. En goed, dan weet je wel dat je op het moment dat je koopt, je gaat bouwen. Als die klaar is, dan kun je hem in principe al met winst verkopen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een heel interessant businessmodel. Ja. Dus zo kun je een beetje twee kanten op. Wij zeggen altijd tegen onze klanten die we hebben van: weet je, als hij klaar is, we gaan het gewoon voor je verhuren. Je zet het voor een bepaalde prijs, zet je te koop. En als hij daarvoor weg mag, dan mag hij daarvoor weg. En zo niet, dan blijf je gewoon lekker vuren en pak je gewoon je maandelijkse rendement. Ja. Nou ja, zeker als je begint en niet al te veel. Je hebt misschien genoeg kapitaal voor eentje, maar je verkoopt die voor het dubbele en je kan er daarna twee bouwen. Nou, zo kan je ook leuk gaan stapelen natuurlijk. Ja, precies. Dus ik denk, het is natuurlijk het is super interessant. En nu heb ik natuurlijk wel een beetje geluk gehad dat ik in de coronatijd gekocht heb. Dus ik kon heel voordelig alles aankopen en doen, dat er natuurlijk een crisis was. Ook qua materialen en arbeid en zo? Of viel dat... Qua arbeid niet, maar qua materialen wel. Die waren toen ook een stuk goedkoper. En het land was goedkoop. Alleen nu zie je wel dat die prijzen natuurlijk omhoog ook schieten door de oorlog in Oekraïne en Rusland. En dat is toch ook crisis of niet... Weet het, crisis in de wereld, heel veel onzekerheid. Dus daardoor zie je ook wel dat de prijzen daardoor wel ook omhoog geschoten zijn. Maar goed, even goed nog, denk ik dat je gewoon goed rendement kunt pakken. Super interessant. En over interessant gesproken, vind jij dit nou ook interessant? En zou jij graag ook een eigen villa of een villaatje willen hebben op het fantastische eiland Bali? Voor jezelf, voor eigen gebruik en voor de vakantieverhuur of een combinatie van allebei? Dan kan dat en dan kunnen wij jou daar ook bij helpen. En er is al snel, zoals je ook hoort, veel meer mogelijk dan je wellicht denkt. Je kan een villa kopen voor jezelf, maar je kan ook met een veel kleiner bedrag
participeren in een project en mede-eigenaar worden van een villa en zo een stukje van de winst ontvangen. info@vrijheidvastgoed.nl, dat is het mailadres wat jij kan gebruiken als je hier graag meer over wil weten, als je meer informatie wil ontvangen, stuur ons eventjes een mail en dan vertellen wij jou wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Maar er zullen ongetwijfeld ook dingen zijn die in vergelijking met Nederland wat minder zijn. Of waarvan je denkt van nou, als mensen hier willen investeren, dan moet je wel daar even rekening mee houden of op letten. Nou, het voordeel is zeg maar dat wij van A tot Z alles regelen. Dus in principe zeg je tegen ons wat je wil, waar je wil zitten. En dan gaan wij alles regelen. Dus met die problemen heb je in principe niet heel veel, heel veel te doen. Het belangrijkste van het investeren in Bali is gewoon dat je alles gewoon heel goed op papier hebt. Dat je gewoon weet welk stuk, en dat klinkt voor ons heel normaal, maar je moet wel weten welk stuk precies van jou is. Hè? Want het kan ook zo zijn. Bijvoorbeeld, ik had laatst nog een verhaal van iemand die had een stuk land gekocht. En bleek gewoon te zijn dat op de grond van de buurman. Dat een klein stukje daarvan, dat hij daar niet op mocht bouwen. En dat zijn echt de grootste valkuilen voor het bouwen in Bali. Als gewoon alles goed op papier staat en is helemaal duidelijk zeg maar, wat van jou is, dan mag je daarmee doen wat je wil. Als je daar rijst op wil verbouwen, mag ook. Dus ja, dat is het allerbelangrijkste. Als je gewoon de vergunningen goed regelt en alle certificaten kloppen, dan kan er eigenlijk heel weinig nog fout gaan. Maar over vergunningen gesproken, ik neem aan dat je daar geen vergunning nodig hebt om te verhuren, of zie ik dat verkeerd? Jawel, heb je wel. Heb je wel nodig? Ja. Maar goed, dat zit allemaal in die vergunningen, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld verschillende zones waar je wel en niet mag bouwen. Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld in een zone bouwt waar toerisme gevoerd mag worden, dan krijg je ook een vergunning dat je daar ook mag verhuren. Mm. Dus dat ook dat moet allemaal natuurlijk van tevoren gewoon geregeld worden en goed op papier staan. En dan is er eigenlijk heel weinig wat er nog fout kan gaan. Los van het bouwen natuurlijk. Maar goed, dat is onze verantwoordelijkheid dat er uiteindelijk die villa staat die jij gekocht hebt. Ja, maar ook dat en die vergunningen en zo kunnen jullie dus allemaal mee helpen. Allemaal, ja. Dus in principe, de hoofdpijn kan ik aan jullie verkopen. Ja, laat ons maar hoofdpijn hebben. Ja. En dan, uiteindelijk moeten wij er gewoon voor zorgen dat dat komt waar jij voor betaalt. En goed, dat lijkt me meer dan logisch. En hoe is het met belastingen zo geregeld op Indonesië? En hoe kan je dat een beetje op een goede manier allemaal vorm geven? Is dat handig om dat vanuit een BV te doen? Of hoe werkt dat precies? In principe betaal je gewoon belasting in Indonesië. Dat is 10%. Over de inkomsten. De huurinkomsten. Ja, bruto, netto hebben we het dan over? Netto, ja. En dan in principe betaal je gewoon belasting in Indonesië. En dan hoef je geen belasting meer te betalen in Nederland. Ja. Dat is zoals het onze adviseur het ook aan al onze klanten doet. Meestal doen we ook gewoon adviseren om eerst een gesprek te hebben met een financieel adviseur of een accountant of zoiets. Dat je precies weet, als ik dit investeer, komt dit eruit en dan heb ik die belastingen daar en die belastingen hier. Ja. Dus ik denk dat ook sowieso altijd wel goed en goed is om te doen. Maar in principe heb je gewoon belastingen in Indonesië, dat betaal je in Indonesië. En dan komt het in Nederland komt het in box 3 en dan hoef je daar geen belasting meer te betalen. Dus dan is het gewoon vermogen. Ja, oké, duidelijk. Hey, en buiten de villa's en het vastgoed doe je nog meer naast het voetballen. Net alsof dit niet genoeg is. Maar je hebt nog een aantal bedrijven, toch? Nou ja, dat is wel iets kleinschaliger. Ja? Ik heb nog een restaurantje geopend in Bandung. Tuurlijk. Ongeveer 5 minuten, sorry. Natuurlijk. Ja. Maar goed, of niet geopend, maar in ieder geval dat... Dat Rap and Salad Bar, Johnny Rap, wat ik in Maastricht had. Dat had ik in eerste instantie wel nog toen ik in Indonesië kwam. En toen was er een restauranteigenaar die zei tegen mij van... Kun je niet ons leren hoe we dat moeten maken? Dan brengen we dat bedrijf zeg maar hier erin. En dan kun je hier je wraps en je salades verkopen.
En ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen is dat een beetje gaan rollen. En toen zijn we daar ook wraps en salades gaan verkopen. En toen merkten we dat dat niet super goed liep. Mensen waren er ook niet echt bekend mee. En toen hebben we eigenlijk een beetje het concept omgegooid. Want hij heeft ook een zwembad bij zijn restaurant. Dus hebben we een beetje een poolclub van gemaakt. Met gewoon lekker snackies en nachos en pizzatjes en zo. En af en toe een DJ'tje. Dus we hebben het concept een beetje gedraaid. Dus eigenlijk begonnen met het idee van laten we wraps en salades bij zijn concept doen. Ja, maar dat liep niet super goed. En toen hebben we de boel omgedraaid en is iets anders geworden. Dus dat is nu een soort van poolclub, zeg maar, restaurantje. Dus ja. Dat is wel dat is ook wel leuk om mee bezig te zijn. Alleen daar ben ik niet super veel mee bezig. Want dat wordt natuurlijk gerund door die eigenaar. Dus eigenlijk heb ik daar een deel geïnvesteerd. Mm-hmm. En dan heb ik nog kleding. Kledingmerk. Met nummer Dua is dat. Dat is zeg maar mijn rugnummers. Nummer 2. En Dua is in Indonesië 2. Ja. Dus nummer 2. En ook zo kwam iemand bij me. En die zei van wil je niet je eigen kledingmerk beginnen? En toen zei ik van, niet alleen. Ik zeg, want ik heb er nul verstand van. Ik weet bij God niet waar ik moet beginnen. Ik kan wel zeggen welk t-shirt ik mooi vind. Maar om het aan de man te gaan brengen en welke kwaliteit ik nodig heb, dat weet ik niet. Dus ik zeg van, als we het samen doen, vind ik het prima. Ik zeg, maar anders wil ik daar niet aan beginnen. Toen zei hij, ja goed, laten we dat dan doen. Dan doen we het samen. En hij heeft verschillende winkels in Bandung. Hij heeft ook een eigen fabriek. Dus ja, toen zijn we begonnen met online verkopen en in zijn winkel verkopen. En nu inmiddels, volgens mij vorige maand, voor de eerste keer bij 12 andere winkels ook in Indonesië. Dus op Java, zelfs eentje in Bali. Ja. Dus ja, dat is super leuk om mee bezig te zijn. En dat gaat ook wel de goede kant op. Dus ja, komt alles een beetje op mijn pad, eerlijk gezegd. Ja. Wat is voor jou dan de afweging erin als je zo'n kans zich voordoet? Want ik kan me voorstellen dat regelmatig mensen naar jou toe komen. En die ook denken van, bekende voetballer, leuke aanhang op Instagram. Hier, ik ga gewoon eens vragen. Wanneer zeg je nee en wanneer zeg je ja? Ja, ik ga heel veel op cijfers af, maar ook op mijn gevoel natuurlijk. En bijvoorbeeld zo iemand die met die kleding komt, weet je, daar zijn tientallen gekomen van, wil je niet je eigen schoenen maken, wil je niet je eigen kleding maken, wil je niet dit of dat doen? En daar waren ook hele gekke ideeën bij. Maar noem eens wat was het meest gekke idee? Iemand is bijvoorbeeld gekomen van, ik wil pennen gaan maken, vind je het leuk om je naam erop te zetten, weet je, zulke dingen, van die hele rare dingen. Of scooterhelmen of zo. Maar ik heb daar helemaal niks mee. En dat vind ik ook niet leuk. Dus ik dacht van, ja, weet je, ik doe het dingen die ik leuk vind. En dat is voor mij het belangrijkste. En waar ik energie van krijg. Anders wordt het alleen maar tijd. En uiteindelijk is je main focus is wel gewoon nog voetbal. Ik bedoel, ik ben daar om te voetballen. dus het is niet zo dat ik zeg maar overal mee bezig kan zijn. En alles maar doe wat ik wil. Dus ja, uiteindelijk moet je natuurlijk ook juist een streep trekken. Maar ik vond die kleding bijvoorbeeld super leuk. En toen ben ik daar uiteindelijk ingestapt. Maar om even terug te komen op je vraag. Wanneer je iets wel en niet doet, is denk ik wel mijn gevoel. En ik ben altijd wel van, als je het kunt delen met mensen die er verstand van hebben, die het echt hun business is. Dan is het veel interessanter dan dat je het zelf nog moet gaan uitzoeken en uitvinden. Dus dan deel ik liever met iemand en dan maken we er samen iets moois van. Dan dat ik dat alleen moet doen. Ja, maar de cijfers moeten kloppen. Je moet het zelf leuk vinden, de affiniteit mee hebben. Ja. En het gevoel moet goed zijn. Dat zijn een beetje de belangrijke criteria. Ja. Ja, precies. En natuurlijk weet je die cijfers niet altijd vooraf. Want die kleding, ja, je weet niet hoeveel er verkocht worden. Maar ik had er wel gewoon een goed gevoel bij. En productiekosten die zijn heel laag. Omdat hij, zeg maar, zijn eigen fabriek heeft. Dus dan is het risico waard. Dus dan kun je zeggen van, dat durf ik wel aan. Mocht dat eenmaal in de soep lopen, ja, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Maar goed, dat is natuurlijk heel anders dan dat jij een villa op Bali koopt. Of dat je bijvoorbeeld 100 t-shirtjes laat maken. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja.
Maar ja, als dat goed loopt, zeg met die kleding, dan heb je natuurlijk daar een gigantisch grote markt. Ja, ja. En dat is dan alleen nog maar lokaal. Wie weet dat je gewoon ook natuurlijk daarmee uiteindelijk global kan. Maar ik denk als een procentje van Indonesië mijn t-shirts koopt, dat ik er wel goed bij zit. Ja. Dat geloof ik. Ja. Nee, maar toch eens business class vliegen. Dan wel. Dan kan het wel, ja. Nee, maar het is allereerst is het gewoon superleuk om iets op te bouwen. En nu zie je dat het zich ook gaat uitspreiden over andere steden. En dan is het geeft het nog alleen maar meer energie. Ja, en jij bent daar eigenlijk ook voor de ambassadeur het gezicht van in marketing en zo, kan ik me zo voorstellen. Ja, ze hebben het wel een beetje verdeeld. Dus hij regelt zeg maar alles qua materialen en verkoop, et cetera. En ik doe gewoon de marketing daarvan. Dus ik doe bijvoorbeeld fotoshoots of met andere mensen erbij. Of dus af en toe meetings met meet and greets of zulke dingen. Dat doe ik allemaal. Ja. Dus kleding-eigenaar, restaurant-eigenaar, vastgoedbelegger en ook nog voetballen. Maar nou, niet in die volgorde. Jij zegt het is andersom. Zeg maar eerst voetballen. Eerst voetbal, ja, dat zou ik ook zeggen. Anders dan die club bij jou nog anders een keer. Anders bellen ze even straks. Dan ben je allemaal bezig. Ja. Maar het valt allemaal goed te combineren. Ja, super. Wat ik zeg, ik heb mensen daarnaast, zeg maar, die gewoon weten wat ze doen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dan kun je daar natuurlijk heel veel van leren. En dan kun je daar zelf een beetje in opwerken. En uiteindelijk is het voor iedereen win-win. Ja. Ja, en heel gaaf natuurlijk om te weten dat naast het voetballen of na het voetballen, dat je eigenlijk dit soort dingen natuurlijk al hebt staan. En dan alleen maar nog meer tijd hebt om daar aan verder te bouwen. Precies, als je daar nu een basis in kunt maken, dan kun je het straks waarschijnlijk gaan uitbouwen en nog meer mee bezig zijn. Ja, dus dat is veel fijner dan wanneer je daar eens een keer over na gaat denken je carrière. Ja. Nee, daarom. En daarom vind ik het ook super leuk om mee bezig. Soms moet ik even aan de rem trekken, want dan ben ik te veel met dingen bezig. En kunnen dat nog doen en dat nog doen. Maar het is inderdaad wel dat ik daar ben om te voetballen. En dat is natuurlijk de basis. En ook dat brengt me natuurlijk bij al die andere dingen. Want omdat je dus voetbalt en veel volgers hebt op Instagram, is het ook makkelijker om je shirtjes te verkopen of om iets te verkopen van je restaurant. Dus uiteindelijk begint het allemaal bij het voetbal. En is dat een hele mooie opstap naar die andere dingen toe. Ja, weet je het daar ook inderdaad zelf voor inzet en gebruikt. Want er zijn genoeg mensen die die het niet gebruiken, ja. Die wel populair zijn, maar daar niks mee kunnen of doen. Precies, dat is heel zonde. Want ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk sowieso dat in Indonesië heel veel mogelijkheden zijn. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk gebruiken. Nou, dat er voor de opname al even over. Ik ken weinig landen waar voetbal zo geleefd wordt en populair is als in Indonesië. Ja, ik zei het net ook al, maar dat is echt. En ik blijf erbij dat het denk ik een van de mooiste voetballanden kan zijn. Ja. Die dat ter wereld is. Want je maakt de gekste dingen mee. Maar omdat je zulke gekke dingen meemaakt, is het ook moeilijk om zeg maar echt een topcompetitie ervan te maken. Want ja, er gebeuren nog veel te veel dingen die eigenlijk niet horen te gebeuren. En dat is gewoon jammer. Dus ik hoop oprecht dat dat uiteindelijk gaat switchen. En dat ze daar gewoon een hele mooie en populaire competitie van kunnen maken. Ja, want hoe is dat daar? Heb je echt een helder status? Kan je nog rustig over straat? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het is niet dat ik nergens naartoe kan. Maar het is wel zo dat je regelmatig een fotootje moet maken. Of als je ergens gaat eten, dat het personeel daarna met je op de foto wil. Dat wel. Maar het is niet dat ik niet meer ergens kan gaan eten. Niet meer met je scootertje over straat? Nee, het is wel vaak inderdaad. Dat er voor een stoplicht. Ik kan me voorstellen dat als lange wesseling dat je daar sowieso natuurlijk al dat sowieso opvalt. Ja. En als ik dan soms ook nog mijn vest aan heb en nog maar doe achterop, dan hebben ze heel snel die link gelegd. Ja. Nee, maar goed, ook dat geeft je energie en ook dat is natuurlijk mooi. En dat is ook een van de redenen waarom je die keuze maakt om daar naartoe te gaan. Omdat je iets kunt meemaken of iets kunt ervaren wat je normaal gesproken met een speler van mijn niveau niet kunt meemaken.
En dat is... Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad. En daar ben ik en misschien ook een hoop luisteraars wel benieuwd naar. Van, ja. We hebben heel veel onderwerpen de revue laten passeren. Van het ondernemen, beleggen, het leven op in Indonesië. Maar hoe ben je in de eerste plaats daar terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Want dat is ook niet een standaard pad voor elke Nederlandse voetballer. Nee. Nou ja, ik speelde bij ADO, ADO Den Haag. Je bent bij MVV begonnen? Ja, ik ben bij 10 jaar gezeten. Inderdaad, bij MVV de jeugdopleiding gedaan toen de eerste elftal bereikt. 10 jaar gezeten. 7 jaar, sorry. En toen vervolgens ben ik naar ADO Den Haag gegaan. Heb ik de stap van de eerste divisie naar de eredivisie gemaakt. Wat voor mij altijd een droom was van ik wil in de eredivisie spelen. En heb ik 2 jaartjes bij ADO gezeten. En toen ben ik verhuurd aan Emmen, een halfjaartje. En toen kon ik eigenlijk een beetje de keuze maken van blijf ik nog een jaartje in de eredivisie. En toen kwam ook die interesse uit Indonesië. En toen heb ik filmpjes gezien en zag ik een stadion met 50.000 mensen. Allemaal zingen, springen, gekkenhuis. En toen dacht ik van ja, dit wil ik. Weet je, dit is wat je wil als voetbal. Ja. Volle stadions, gekke supporters die door het lint gaan, zeg maar, als je wint. Was dat bij Emmen niet zo dan? Nou, geen 50.000 man. Nee, geen 50. Maar ik moet zeggen dat bij Emmen ook wel altijd een goede sfeer was. Dat was natuurlijk eerste jaar in de Eredivisie volgens mij. Dus dat was ook altijd vol. En we hebben ook echt wel goede resultaten gehaald dat jaar. Dus ja, ook dat was natuurlijk een hele leuke ervaring. Maar dat was niet, zeg maar, in vergelijking met wat je in Indonesië hebt. Is dat niet te vergelijken. Toen dacht ik van, ik was 27 op dat moment. En dan zeggen ze, dat zijn een beetje je gouden jaren. Dat zijn de jaren dat je op je beste bent. Dus ik dacht, nou weet je, dan moet ik dat daar maar laten zien. En dan ga ik daar gewoon vlammen. En dan, weet je, misschien kan ik daar nog een aantal jaartjes een mooie carrière hebben. Uiteindelijk die keuze gemaakt, naar Indonesië gevlogen. Niet wetende wat er te wachten stond eigenlijk. Uiteindelijk fantastisch. Tot nu toe fantastische dingen meegemaakt. Hele rare dingen meegemaakt ook. Maar al met al is het gewoon een van de beste gevoelens die er zijn. Als jij voor een stadion speelt. In Indonesië heb je 50, 60, 70.000. Ze hebben nu zelfs een nieuwe gebouwd met 100.000 mensen. Ja, dat kun je alleen maar voorstellen op een WK of Premier League of in Spanje. Maar ja. Niet in keukenkampioendivisie of in de Eredivisie. Ja. Bij welke club, daar hebben we het ook niet over gehad, zit je trouwens in Indonesië? Persib Bandung, het is in Java. Persib Bandung? Ja, het ligt 2 uurtjes van Jakarta. En op welk niveau speel je? De hoogste divisie? Ja. Dus het is eigenlijk de grootste club van Indonesië. Vooral qua supporters en echt door het hele land zitten supporters. Soms vliegen wij 2 uur naar een uitwedstrijd en dan komen we aan en dan staan allemaal mensen op het vliegveld met vlaggen en sjalen. En dan denk je, we zijn weer terug aan Bandung, maar dan ben je gewoon 2 uur verder op Borneo of zo geland. Dus dat is echt, is echt waanzinnig. Super gaaf om dat mee te maken. Ja, wat ik zeg, normaal gesproken maak je dat als een speler met mijn kwaliteiten, maak je dat niet mee. Maar eigenlijk is dat... net zoals met dat beleggen, dat je gewoon, gewoon doen, toch? Dat je had ook natuurlijk makkelijk veilig in Emmen kunnen blijven. Ja, maar goed, wat ik net ook zei, het is de cijfers waren goed. en mijn gevoel was goed. Dus dan is het een go van mij. Dus, ja. Dan ga je daarheen. En dan volg ik de rest. Geen spijt van gehad? Sommige momenten wel. Maar uiteindelijk, lange termijn, is het een van de beste keuzes die ik gemaakt heb. Hey, je bent 30. Financieel zaakjes volgens mij goed voor elkaar. Ondernemen, voetballen, volle stadions. Wat is er nog te dromen of te wensen over op voetbalgebied, ondernemersgebied, vastgoed? Wij krijgen over 3 maandjes een kleintje. Dus dat is natuurlijk ook een droom. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat wordt ook, dat komt er ook nog bij. Ja. Dus daar zijn we super blij mee.
En dan wil ik wel graag nog een keer kampioen worden in Indonesië. Dat zou fantastisch zijn. Kun je je voorstellen met al die supporters en die gekte, hoe dat eruit gaat zien. Is het nog een keer kampioen worden, dat je al kampioen geworden bent? Of nee, je wilt ik, nog een, ja, kampioen worden. Ja. We hadden eigenlijk wel kampioen moeten worden, maar door allemaal dingen die er gebeurd zijn. En we hebben het eigenlijk ook twee keer zelf laten liggen. Maar is dat nog niet gelukt? Dus dat zou heel mooi zijn. En verder hoop ik me gewoon te ontwikkelen als persoon, als mens. En overal te leren. En wat ik nu in Bali doe, vind ik super leuk om mee bezig te zijn. We gaan nu dat nieuwe project doen met... We hebben eerst 5 villa's gebouwd. Nu gaan we dat nog 12 bouwen. Dat gewoon ontwikkelen en doorontwikkelen en leren. En misschien ook nog groter in worden. Dus ja, dat zijn wel allemaal leuke dingen die dat te wachten staan, hoop ik. Ja, klinkt gaaf. En dan uiteindelijk een van de grootste projectontwikkelaars op Bali worden. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat zijn mooie doelen. Nick, we hebben het over veel dingen gehad. Heb je nog iets waarvan je zegt van, dat wil ik nog meegeven? Of, Nee, niet per se. Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Ik denk het ook. Ik denk dat het wel allemaal, dat het in ieder geval een leuk gesprek was. Blij om hier te zijn geweest en mooi gesprek. Mag ik jou bedanken voor je tijd. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Delen van al je inspiratie en verhalen. Ja. Mag ik jullie bedanken voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En we zien elkaar weer heel graag volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.